Welke os kan ons iets leren? Boes, 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 boes. En een fietspad repareren. Boes, 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 boes. Rock en roll en over de samba danst hij met je mee. Die laat zich niet koeieneren. Boes, 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 boes. Pracht van een jacht. Oes, poes, 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 poes. Dit heb ik helemaal zelf verbouwd. Geen ruzie. Er is meer dan genoeg voor iedereen. Vind je dat zelf wel helemaal eerlijk? Je kunt toch zelf je eigen maaltjes vangen? Jullie zijn toch goede jagers? Dan ga je toch niet ergens een graantje meepikken. Niet doen, zeg. Die hand is nog bruikbaar. Goeiedag. Dat handje kan ik wel schudden. Let goed op. Ik ga deze havik vandaag leren jagen. Misschien kun je er nog wat van leren. Zoek iets uit en breng het naar me toe. Goed, hè? Ga jij nou maar in je hok op een bot liggen kauwen, want als je daar steeds achteraan loopt te blaffen, jaag je de prooien alleen maar weg. We gaan pas naar bed als het hem lukt om zelf iets te vangen en mee te nemen. Zal ik je dan maar helpen? Ik ben jong genoeg en dus hebben we alle tijd. Dat wel. Les 1, breng iets terug. Het maakt niet uit wat. Je moet iets kleiners vangen. Volgens mij is er gewoon te jong voor. Je moet het jezelf wel wat moeilijker maken. Bovendien wilde ik toch niet gaan vissen, dus heb ik geen aas nodig. Nee, ja. Oh, dat is weer te veel van het goede. Als dat lukt, heeft hij voor een jaar te eten. Oh.
Wat zit je daar nou boven in die boom te treuzelen? Wordt er vandaag nog iets eetbaars gevangen of hoe zit het? Ja, goed, ja. Ah, hij begint het door te krijgen. Dat nooit meer doen. Volgens mij moet je een lokvogel gebruiken om hem te leren jagen. Een wat? Dat is iets dat net doet of het een prooi is en dan leer je hem dat vangen. Wie zou zich eens laten lokken? Wat dacht je daarvan? Een lokvogel moet wel slim zijn. Anders kunnen we toch eerst beginnen met het richten en vangen? Daar heb je helemaal gelijk in. Het stuntvliegen komt later wel een keer. Pijn. Doe jij je best maar. Pak hem! Oh. Hé, niet doen! Oh. Het gaat steeds beter. Denk maar niet dat ik het nog eens een keer in mijn hoofd haal om je erbij te helpen. Hij heeft juist een oogje op je. Jij kunt dus voortaan beter de lokvogel zijn. En jij bent niet moeilijk om te vangen ook. Dat weet ik ook wel, maar dan heeft hij er dus ook helemaal niks aan. Dolly, doe niet zo flauw. Je wilt toch wel helpen? Tot ziens. Het is en blijft een goed idee van me. Kijk, dat is je prooi. Zou je die voor mij willen vangen en naar me toe brengen? Mhm. Ik ben benieuwd of hij het voor mekaar krijgt. Laat me los. Zeg hem dat ik niet meer meedoe of ik vergeef het je nooit. En daarmee basta. Doe nou niet meteen zo beledigd. Als hij kan jagen, dat ben je er toch vanaf, joh. Ik mag dan een goede lokvogel zijn omdat ik zo traag ben, maar ik heb mijn trots. Het gaat jullie goed. Dag. Als jij nou even laat zien dat ik je niks meer hoef te leren, komt ze misschien wel terug. Rustig nou maar, hij meent het heus zo kwaad niet als het lijkt. Niet zo aanstellen. Als we klaar zijn met de lessen, krijg je meteen je veren weer terug. Dat heb ik toch al gezegd. Hoe kan ik Boes en die Havik afleren iedereen lastig te vallen? Kom dan mee, baasje. Kom dan op als je durft. Wacht even. Als je nu naar mij luistert, dan leer je het veel sneller. Dit is nu je prooi en die moet je dus vangen. Kijk maar goed, je krijgt maar één kans. Je moet die kant op. Ja! Wat blijft die lang weg? Dolly kan toch nooit zo ver weg zijn? Eindelijk. Heb je nog wat gevangen? Ja! Hey, wat ben je van plan? Je weet toch wel dat ik je leraar ben? Laat me nou maar los! Weg! Die pas je toch niet? Kom op. Het is je gelukt. Eindelijk heb je wat te pakken. Hey, zet me neer. Ik ben blij dat we nu de laatste les hebben gehad. Kunnen we eindelijk weer vrij rondlopen. Oh, begin je nou weer? Oh.
Mij doe je niks, hè? Maakt niet uit. Ga naar je moeder. Laat haar maar zien wat je kunt. Poes, doe er nou wat aan. We hebben een roofvogel van haar gemaakt. De dierenpiste. Dit is eigenlijk helemaal niks voor mij. Het is toch heerlijk om in de zon te zitten? Is deze van vandaag? Dan is het goed, want die van gisteren ken ik al. Hé! Hey! Dat is leuk. Eindelijk weer een circus. Zeg op, wanneer beginnen ze? Ze moeten eerst nog helemaal de tent opbouwen. Misschien gaat het sneller als we ze eens een handje gaan helpen. We kunnen ook zelf een circus opzetten. Waarom zouden we dat doen? Geen dank, maar toch bedankt. Een mooie strik wil niet zeggen dat je dieren af kunt rechten. Weet ik, maar ik leer het echt nog wel. Hoop ik. Pom, 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 pom. Hé, hey, Tumtum. Heb je zin in een spelletje? Zullen we maar gewoon gaan vissen? Daar heb je minstens net zoveel geduld voor nodig. Als jij de ster van mijn circus wilt worden, zul je moeten oefenen tot je erbij neervalt. Laat maar eens zien of je dit kan. Misschien kan ik dat circusnummer beter met Safi oefenen. Kijk eerst maar eens goed hoe ik het doe. Zie je hoe makkelijk het is? Ik ben zo terug. Ben je nou nog niet klaar met je ruggengraat verlengen? Zullen we maar gewoon kaartjes kopen dan? Een circus is niet zomaar iets. Ik moet alleen nog bedenken wie ik het trapezenummer laat doen. Ik vind het al knap dat hij ze meekrijgt. We hebben geluk dat hij ons nog niet heeft gezien. Ik ga de pleisters halen. Hooggeëerd publiek, ik hoop dat u zult genieten van de eerste show die we hier voor u gaan geven. Kom maar op jij met je kunstjes. En dan nu onze eerste gast. Het volgende nummer is niet geschikt voor al te jeugdige kijkers. Mag ik een groot applaus, dames en heren? Dit is nog nooit vertoond. Mag ik even uw aandacht? Kim? Waar blijf je nou? Kom op, het is niet eng. Wat is er nou? Dit hebben we toch afgesproken? Van wie heb je dat nou geleerd? En dan nu, hooggeëerd publiek, de dansende dames op het slappakkoord. Alles zonder net. Dat zie je alleen bij Boes. En
Dit nummer is levensgevaarlijk voor vlooien. Je wilt toch niet dat iedereen denkt dat je een bange broek bent? Ben jij nou een koning? Doe me een lol weg. Ik help je wel over je angst heen, hoor. Goed zo. Zie je nou wel dat het heel gemakkelijk ging? Ja. Dit hoort er niet bij. Hij is geen clown. We zijn blij haar in ons midden te hebben. Stoppen! Anders wordt het straks nog vallen. We rekenen straks wel af. Attentie! En dan nu... Kroko! Mag ik u nu verzoeken om doodse stilte? Met gevaar voor eigen leven kondig ik u nu het volgende nummer aan. Tatriapatan! Geef hem een warm applaus. Wat denkt u, dames en heren, zal het een machtige shampoo lukken om dit enorme rotsblok op te tillen? Dit heeft nog nooit eerder een dier voor elkaar gekregen. De mensen op de eerste rij moeten even naar achteren gaan zitten. Applaus! Voor het allermoeilijkste optreden wil ik u voorstellen aan onze speciale gasten. Dat is Boes zeker zelf. Dan kan nu het doek geopend worden. Veel plezier met dit buitenlandse circusnummer. Het volgende dat we u gaan laten zien zal helemaal zonder vangnet uitgevoerd worden. Aan de linkerkant de wereldberoemde Rita. En rechts haar partner Shampoo. En nu een paardennummer. Krijgen we nou? De volgende artiesten zijn pas bij ons. Ik mis er eentje, maar weet ik niet wie. Altijd nog stalmeester worden op een kinderboerderij.